Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel haatreacties gehad. En daar ben ik zo mee opgevoed. Dat was echt de eerste keer dat ik er zo over nadacht. Alsof ik echt maar zo'n sein van God had gekregen. En ik ga jullie nu reacties laten zien die ik echt niet tof vond. Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video van mij. Ja, waar moet ik beginnen? Zoals jullie hebben gezien, deze video gaat over het verkopen van Egmond en het dragen van Egmond. Zoals jullie weten, ik heb mijn eigen showroom in Vianen en ik heb mijn eigen zaak waar ik dus bondjassen en bondvesten verkoop die gemaakt zijn van Egmond. En er is de laatste week een hele heisa erover geweest, wat eigenlijk ook logisch is, achteraf gezien. Vooral na het lanceren van de documentaire van Femke Louise. Heb ik echt super, maar dan ook mega veel haatreacties gehad. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel haatreacties gehad als er voorheen. Ik heb een paar reacties die ik jullie straks in deze video ga laten zien. Waarvan ik denk, dat had dus echt niet gehoeven. Want er zijn mensen die echt zulke gemene dingen zeggen. Waarvan ik denk, kijk, als je zeg maar op een normale manier mij aanspreekt op de fouten die ik maak in mijn leven of de dingen die fout zijn die ik doe, als je mij op een normale manier daarop aanspreekt, raakt het me dieper dan dat je zeg maar gewoon hele vieze en gemene dingen gaat zeggen. En dan krijg ik nog meer haat in mij dat ik denk van rot op, dan ga ik dat zeg maar een soort van vermijden, snap je? Ik denk dat wij alle mensen een beetje zo in elkaar zitten. Maar wat ik dus wil zeggen is, laat ik beginnen bij de basis. Waar ik ben geboren, waar ik vandaan kom. Dat is echt een land waar bont hartstikke normaal is. Ik kom zelf uit een boerderij. Ik ben opgegroeid in een boerderij of op een boerderij. Waar wij veel koeien hadden. We hadden stieren, we hadden heel veel kippen. Schapen volgens mij ook. Dus waar wij echt wel heel goed voor de dieren zorgden. En dieren voor ons. En wij hebben in een omgeving gewoond waar je ook wilde dieren had, zoals beren, zoals hyena's, zoals wolven, voornamelijk heel veel wolven. En wij hadden ook Duitse herders, die gingen dan onze kippen in de nacht beschermen tegen de vossen, want vossen namen wel eens onze kippen mee. Dat soort dingen. Eigenlijk kom ik uit zo'n huisje, zeg maar. Zo moet je het eigenlijk een beetje inbeelden. Maar dan nog was bij ons jagen op de wilde dieren of jagen op vossen of whatever was bij ons hartstikke normaal. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid in een omgeving waar wij dus, tenminste ik niet hoor, maar de ouderen, die gingen dan bossen in, gingen jagen. En daar werden dus tapijten van gemaakt, kleedjes van gemaakt, jassen werden voor ons genaaid. Handschoenen werden voor ons gemaakt. Mutsen werden van die Russische mutsen werden voor ons gemaakt. Dus dat was allemaal hartstikke normaal. En liefde hebben voor dieren, maar ook er een soort van gebruik van maken. Dat beide heb ik dus gezien en ben ik zo mee opgevoed. Ja, of mee opgegroeid, zeg maar. Ik denk waardoor ik zeg maar het zielig vinden voor een dier. Als je er een bontjas van maakt. Dat ik daar heel erg immuun ben voor geworden. En dat klinkt nu echt heel erg fout. Maar dat is wel de waarheid. Dus ik denk al dat als je kind zijnde dat heel veel ziet. Dat je daar op een gegeven moment helemaal gesloten voor bent. Tenminste, dat is wat ik dus blijkbaar heb ervaren. En jullie kennen mij denk ik ook. Tenminste, mensen die mij volgen. Kennen mij natuurlijk van ja, een beetje vloggen, een beetje Instagram. En voornamelijk van Malika Seimak Fashion. Want dat is mijn bedrijf die ook gevestigd is in Vianen. Vlakbij Utrecht. Waar ik dus echte bontjassen en bontvesten verkoop. Iedere ja, winter, zeg maar. En ik heb het ook echt met plezier gedaan. Als ik zeg van, oh, ik heb het gedaan met tegenzin. Ja, dan lieg ik. En dat ga ik echt niet doen in deze video. Ik ben gewoon heel eerlijk. Eigenlijk heb ik er nooit bij stilgestaan. Ik heb vriendinnen om me heen. Mijn beste vriendin die is echt tegenbond. Die zegt altijd, ja Malika, doe even normaal. En zeg ik, ja die diertjes zijn toch al dood. Van ja, ik dood ze niet, weet je. Ik koop alleen een jas in en ik verkoop het. En ik heb ook heel veel lieve klanten gehad. Heel veel leuke meiden leren kennen, vrouwen leren kennen. En ik had er echt plezier in. Maar ik stond er echt eigenlijk nooit bij stil van hoe dat tegenwoordig gaat. Of eigenlijk stond ik er nooit bij stil van hoe wij zeg maar, in de familie dat hebben gedaan. Of niet eens in de familie. In mijn omgeving, mijn land.
En toen dacht ik van, weet je Malika, misschien moet je er toch in gaan verdiepen. En toch deed ik het niet. Totdat ik dus beelden zag, volgens mij was dat vlak voor Oud en Nieuw of net na Oud en Nieuw, van beelden van Australië op het nieuws. En dat was echt de eerste keer, een moment in mijn leven dat ik dacht van, oh my god. Weet je, de wereld, het gaat gewoon, ja, het klimaat verandert. De wereld gaat een beetje soort van naar de kloten. En ja, de dieren en de mensen en vooral de dieren, weet je wel, als je dan al die koala's zag, gewoon zo levend verbrand en zo, dacht ik echt van, oh my god, het is zo erg. En toen dacht ik van, eigenlijk wat jij doet, Malika, is ook heel erg. Jij stimuleert de bontindustrie en dat is eigenlijk wel fout. Dat was echt de eerste keer dat ik er zo over nadacht. Toen lag ik met een vriendin van mij in bed en toen zei ik tegen mijn vriendin van, weet je, ik zit echt voor het eerst in mijn leven na te denken om te stoppen met echt bont dragen en met bont verkopen. En toen zei mijn vriendin, oh my god, Malika, zo van, ben je serieus? Wat is er met jou aan de hand? Ja, dat zei ze niet letterlijk, maar dat dacht ze zeker, want ik zei altijd, ja, ik dood die dieren niet. En het was zo raar, alsof ik, ja, ik ben gelovig, alsof ik echt maar zo'n sein van God had gekregen. En echt een dag later, letterlijk één dag later, kwam de documentaire van Femke Louise uit. Bond Girl, Videoland, pam. Toen begon de oorlog tussen mijn volgers en mij, want ik ben nog nooit zoveel keer uitgescholden voor een moordenaar, voor whatever. Ik weet niet, ga zo maar door. Ik ga jullie zometeen trouwens een paar reacties laten zien die ik heb gekregen. Ik heb heel veel mensen geblokkeerd. Ik heb heel veel mensen geblokkeerd, heel veel reacties verwijderd. Tot aan een paar dagen geleden dacht ik, weet je, ik ga een paar printscreens maken die ik nog heb laten staan. Maar ik kreeg zoveel haat en dat was voor mij echt, maar vooral die documentaire was voor mij echt de doorslag. Dat ik dacht van, weet je, ik stop ermee, ik hoef het niet meer. Niet alleen door de haat, want ik heb eigenlijk soort van, als je zo bekijkt, heb ik al 2-3 jaar haat op dat ik echt bont verkoop. Maar het was wel echt de doorslag, zeg maar, dat ik dacht van, wat jij dacht of hoe ik erover dacht is niet, het was gewoon goed, zeg maar. Dat ik gewoon moet gaan stoppen. En ik ga niet alleen stoppen met mijn label. Maar ik ga ook stoppen met het dragen van bont. Ik ga er alles aan doen dat mijn kinderen ook geen echt bont gaan dragen. Ja, eigenlijk dat. Dus hierbij wil ik gewoon zeggen dat ik met mijn jassencollectie ga stoppen. Alles wat ik nu nog over heb, heb ik zwaar in de ziel gegooid om daarvan af te komen. En volgend jaar heb ik dus geen jassen meer met echtbont. Ik ga me heel erg richten op een hele nieuwe kledinglijn. Dus dat echt losstaat van echtbont of alles wat nu met dieren te maken heeft. En ik ga ook proberen om nog iets anders te vinden wat ik super leuk vind om te doen. Want ik wil gewoon blijven ondernemen, want dat is echt waar ik van hou. En eigenlijk wie ik echt ben. En ik vind het wel een beetje lastig hoe ik het echt moet verwoorden dit. Maar sorry, ik ben ook heel erg ziek. Dus vandaar dat ik steeds een beetje aan het happen ben. Maar dus ik wil gewoon door deze video aan jullie laten weten dat ik dus ga stoppen met het dragen van echtbont. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de documentaire gezien 2-3 dagen geleden. En ik ben er echt van geschrokken. Ik heb ook echt een traantje gelaten. En ik vind het gewoon heel erg jammer van mezelf dat ik eigenlijk nooit naar de omgeving heb geluisterd. Nooit naar mensen die dicht bij me stonden. Die zeiden van Malika, doe het gewoon niet. Dat ik eigenlijk gewoon een soort van selfish ben geweest. En dat ik nooit stil heb gestaan. Dus dat betekent echt niet dat ik niet van de dieren hou. Absoluut wel. Ik hou echt wel van de dieren. En ik ga heel graag naar een dierentuin. Maar ik heb er nogmaals echt nooit bij stilgestaan. Heel dom voor mij, terwijl ik eigenlijk oud en volwassen ben. En zelf kinderen heb. En zelf een voorbeeld moet zijn voor mijn volgers, voor mijn kinderen en mensen om me heen. Zo zie ik dat eigenlijk. En dus hierbij mijn excuses voor de mensen die ik daarmee heb gekwetst. Sorry
dat ik ooit echt bond en heb verkocht en heb gedragen. En ik moet wel nu zeggen dat ik afgelopen periode heb gevlogd. Dus ik loop een beetje achter met mijn video's. Dus er komen nog video's online waar ik misschien nog echt bontjas in draag. Maar wat ik zelf ook heb gedaan is, ik heb al mijn bontjassen die ik zelf droeg, mijn hele klerenkast, heb ik aan de kant gezet. Dus dat ga ik ook niet meer aantrekken. Dus daar stop ik gewoon. Ik stop definitief met het dragen van echt bont. En ik was gisteren toevallig nog in de winkel. En daar hadden ze een muts die ik super mooi vond. Dat was namelijk van Fendi. En ik had niet gedacht dat zo'n grote merk Fendi, zeg maar, nog met echt bont bezig was. Had ik echt niet verwacht, omdat ook Burberry ermee is gestopt. Volgens mij heeft Zara al helemaal geen echt bont. En ik heb die muts echt niet gekocht, omdat die van echt bont was gemaakt. Terwijl ik dat normaal echt scheid aan had. Dus ik ben wel eigenlijk heel erg trots op mezelf. En ik weet dat er misschien hele discussie hierover gaat komen over deze video. En dat misschien zelfs mensen nu gaan zeggen dat ik zielig aan het doen ben. Want dat is absoluut niet zo. Ik heb gewoon mijn gevoel geuit. Ik heb gewoon verteld van hoe ik er eerst over dacht. En hoe ik er nu over denk. Maar voor mij is gewoon echt bont. Gewoon vanaf nu not done. Ik ben er klaar mee. Ja, that's it. En ik heb me ook afgelopen dagen nog meer verdiept in echt bont. Hoe dat wordt gemaakt, zeg maar. Nadat ik die documentaire van Femke heb gezien. En het is gewoon jammer dat ik het niet eerder heb gedaan, laat ik het zo zeggen. Voor de mensen die het wel nog gaan dragen, of voor de mensen die het wel verkopen. Ik heb altijd gezegd, ik judge niemand. Ik judge alleen mezelf. Iedereen moet zelf weten wat ze in het leven doen. Ik ben niemand om over iemand anders te gaan oordelen. En als ik op iemand commentaar heb, dan doe ik dat altijd op een stille wijze. En jammer dat andere mensen dat niet kunnen doen. En ik ga jullie nu reacties laten zien die ik echt niet tof vond. Jammer dat mensen zulke dingen zomaar kunnen roepen. Als je mij gewoon op een normale manier had gezegd, hey Malika, ik ken je niet, maar ik vind het echt niet leuk dat je echt bont verkoopt of draagt. Had me echt veel meer gedaan, geloof mij. En als ik jou heb geblokkeerd, dan betekent dat ik jouw reactie echt niet oké vond. Want ik blokkeer niet zomaar mensen. Dat doe ik echt gewoon, maar dan ook echt niet. En ik heb uiteindelijk dacht ik, ja, het is zoveel, laat maar zitten, laat maar gaan. Dus ik heb ook heel veel mensen gewoon in hun eigen waarde gelaten. Nou ja, hierbij nogmaals sorry. En ik kom echt dit jaar met een hele leuke collectie terug. Ik blijf in de fashion bezig, want dat is gewoon echt wat ik leukste vindt om te doen. Ik ga denk ik hierbij nu deze video afsluiten, want ik kan super veel praten zoals jullie merken. Mijn excuses ook voor dat deze video super lang is, maar ik moest echt mijn verhaal gewoon echt aan jullie kwijt. En ik weet zeker dat ik nu heel veel mensen blij heb gemaakt. En ik weet zeker dat er nu ook heel veel mensen zitten te kijken die denken, ach joh, die zit toch maar een poppenkast uit te hangen of zit toch maar te acteren, want dat is wat ik vaak hoor. Maar dat is echt niet waar. Ik heb gewoon mijn gevoel geuit. Ik heb gewoon aan jullie laten weten zoals het was, zoals ik erover dacht. En ik heb nergens schaamte voor, behalve dat ik dus wel echt bont heb verkocht en heb gedragen. En I am done with four. Vanaf nu gaan we alleen maar Fauks voor dragen, tenminste ik. En ik heb gewoon zin in mijn nieuwe collectie die binnenkort eraan gaat komen, sorry. En ik heb gewoon zin in een nieuwe uitdaging. En zin om gewoon bontvrije leven aan te gaan. En nogmaals, thanks voor het kijken. En laat een leuke reactie achteruit. Laten we niet gaan discussiëren onder deze video. Dikke kus voor jullie en fijne middag, avond, ochtend verder. Ciao, ciao.